Welkom iedereen, mijn naam is Fabian van het YouTube kanaal De Bosmolot. Ik zit hier vandaag op mijn server, de Skyblock server, op het VIP-eiland, Warp VIP is dat. En ik ga iemand trollen. Het is van voor opgenomen, want ik ben nog in Afrika momenteel. Maar dat maakt niks uit, want dat verandert helemaal niks aan de video. Dus ik heb niks gezegd. Oké. Laten we beginnen met een slachtoffer te zoeken. Maar eerst, /vanish. Nu ziet niemand mij meer. En ik heb al mijn voornaamste troll artikelen bij me. Dat is één creeper egg. En een flint en steel om de creeper mee te laten ontploffen. En ik ga weer uit de F5 en ik ga nu een slachtoffer zoeken. Er zijn... Even kijken hoeveel mensen dit zijn. Er zijn 12 mensen op de server. Ik ga gewoon random. Dus dan hou ik tab ingedrukt bij teleporten en dan doen we enter. Ik tp naar mezelf. Oké, nog een keer. Snoepzakje, daar kunnen we niet naartoe. Ga opnieuw. Eindelijk, we hebben iemand gevonden. Wow. Deze vent is bezig met één grote massaproductie hier. Oké, ik heb 60 fps, daar moest ik even voor checken. De video moet namelijk wel 60 fps zijn. Oké. Hij is hard aan het bouwen, dat zie ik al. We kunnen wel het beste trollen door de torches weg te halen. Dus dan doe ik 6 replace neer 20 torch met R. En dan zijn alle torches in een straal van 20 meter weg. Zo. En nu kunnen we creepers spannen. Ah, shit. Het is net iets te moeilijk om hem erin te krijgen, dus we gaan een andere manier verzinnen. Ik doe ook weer undo meteen. Zo, de torch weer terug. Hij heet trouwens Monkey. En Monkey, dat betekent aap in het Engels, maar hij heeft Monkey verkeerd gespeld. Ik zie dat hij ook wat dieren heeft. Een paar schaapjes. Even mijn wand erbij halen. Ik heb een heel goed idee. Dit is bijna gewoon erg. Deze cacao beans, die gaan we verwisselen. Sheep 10. Dan kan ik in één keer 10 schapen spannen. En dan doen we 6 set 0. En dan doen we hier een heleboel schapen. Als bonen zijn weg, man. Oké, weet je wat? We doen gewoon 6 set fire. Nu is het gewoon 1-4-7. Holy shit, alles gaat weg. Oh shit, alles. Natuurlijk, vuur staat hier aan. Oh. Oh, dit gaat helemaal fout. Kijk dan. Oh, en er is opeens ook een donator bij random. Oh, nu gaat heel zijn eiland affikken. Snel, 6 extinguish 100. 6 extinguish 30. Oké. Oké, gelukkig. Wow. Dat ging bijna helemaal fout, jongen. Oké. Het ging niet heel erg fout. Het ging een beetje fout. Wat gaat hij zeggen? Wie doet dit bij mij? Oké. Dit is leuk. Nu ga ik voor Snoepjakje praten. Ik. Hij vroeg dus... Wie doet dit bij mij? En Snoepzakje zei ik. Nu denkt hij dat Snoepzakje maar aan het trollen is. Haha. Hahaha. Hard. Ja. Yeah. Maar niet zo veel bonen moeten hebben. Dat zegt Soes Snoepzak nu dus. Zo leuk voor mensen praten. Doe AUB alles terug, zegt hij. Oké. Is cool. We gaan een paar keer under doen en gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Oh shit. Sting is 30 als een bodem vliegen in de fik. Oké, nu is het cool. Alleen een paar schaapjes staan nog in de fik. Het is een heel stuk lager, shit. Oh, die shit, dat duurde echt super lang voordat het geladen was. Snel, doe even item DW. 6Z53 moet het worden, want dat ziet er mooi uit. Kijk, nu is die mooi. En nu moeten we nog even wat torches gaan plaatsen. We maken het. Bruh.
Hij zegt, doe alles terug. Ik heb net helemaal voor hem zitten bouwen. Wat een gier, jongen. Wat een gier. Oké, we zitten weer bij Monkey. Want daar hoor ik. Met hem zou ik gaan trollen. Oké, we gaan het nog veel voller zetten met schapen. We gaan hem helemaal overspoelen met schapen. Ik doe sommige schapen op een bed. Kijk, zelfs sommige schapen op een bed zitten. Dat is veel leuker. Dan gaan ze vliegen. Wow. Dat kunnen we nog leuker maken door skeletons op beds te doen. Zo, ja, juist. Het moet wel nacht zijn. Juist, dit is gaaf. Alles in de lucht. En sun, want ik hoef geen regen. Dus regen is verschrikkelijk. Oh, hij ging dood. Hij gaat snel naar zijn huisje. Hij heeft echt zo 5, 6 deuren. Roze dak of zo erop zetten. Ja, dat gaan we doen. Oh. Dat heet... Mijn texture pack is natuurlijk ietsje anders. Dus het heeft een net iets andere naam. Hey. Maar ik kan wel itemdb doen. Dan kan ik weten welk item het is. Het is 35,6. En dan kan ik zijn hele dak ermee vol spammen. Ik wil echt weten wat hierop gaat zeggen. Ik maak met de world editor, dan gaat het flink veel sneller. Dan met commands kan je zelf beslissen wat er gaat gebeuren. Zo, ja, dit is mooi, dit is zeer mooi. Ik was alleen eerst van plan om alleen de voorkant te doen, maar toen dacht ik, laten we het gewoon helemaal goed doen. In één keer. Gelukkig is het eindelijk voorbij, toch, Monkey? Nu zegt hij dat en dan gaat hij naar zijn dak kijken, wordt hij heel gek. Ik zou geen roze dak willen. Haar waarschijnlijk ook. Misschien wel. Oh, wat de fuck? Wat is hem? Juist. Dit is het gay huisje of zo. Hey, hij gaat slopen. Hij gaat helemaal slopen. Ik heb hier zoveel tijd in gestoken. Dit is zoveel roze wol. Dit krijgt hij nooit weg. Oh, damn. Het is wel toepasselijk, want hij heeft al die schapen. Ik heb een vriend hier, homo. Dus nu moet ik even voor onze enigszins snoepzakje gaan praten. Is het je vriendje? Misschien. Oké, aangezien ze dit nu toch aan het weg zijn. Halen zijn. Oké, itemdb van deze is 166. En de itemdb van deze is... Oké, dus we doen /replays. Al 102-0. Met al 166. Oh, ik moest replays neer en dan zo 30 of zo. Juist. Juist. Als hij dit ziet. Ik kan hem even van het dak afslaan, dan kan hij dat zien. Oh, nu ziet hij het. En nu wordt hij gek. Oh nee, hij ziet het niet. Hij zag het niet. Waarom zag hij niet? Oké, daar gaat hij. Daar gaat hij. Wow! Oh, nu ga ik weer voor snoepzakje praten. Om dit goed te maken. En dan zeg ik C. Dak is natuurlijk niet verlicht. Oké, om nu af te maken, ga ik alles in de fik steken. Juist, dit gaat helemaal mis, maar toch. En nu zeg ik voor snoepzakje, ik heb het dak in de fik gestoken. Dat gaat sneller. Dat gaat sneller. Ach, laat wel. Hoeven wij het niet te doen. Stop. Oh shit, dude.
Kijk, al die ruiten. Even kijken waar Monkey is. Waarschijnlijk is hij gerace kwit. Oh, dit gaat best wel snel hoor, dit vuur. Wel jammer voor mijn creatie. Ik had hem wel echt een mooi dak gegeven. Hij heeft geen opmerking gemaakt over de ruitjes. Dat vind ik wel jammer. Over de ruiten. Dat vind ik zeer jammer. Maar in ieder geval. We gaan het extinguishen. 6 extinguish 20. En dan gaan we ons... Ga ik mezelf laten zien. Of wacht. Moet ik eerst nog zijn island in de fik steken? Oh, eerst nog een paar guests. Spam op. Guest 10. Oh. Oh, waar komt hij uit? Hij komt hier uit, zo'n dingetje. Oh, dit is spannend. Dat is zo cool gedaan. Oké, nu weten ze het waarschijnlijk. Monkey. Je bent getrold. La 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 la. Jij ook, snoepzakje. Hey. Ja, natuurlijk kan ik alles terug doen. En ik ga ze nog even wat spul geven. Ik ga ze even wat roze wol geven. En ik ga ze wat grass geven. Gewoon even wat extra spulletjes. Cobblestone is, dat kost zo lang om te hakken, joh. Dat kost echt jaren om te hakken. Ik geef hem ook gewoon nog wat nieuwe ruitjes. Welke zijn dat? Normale ruiten. Gray, light gray. Glass. Oh, niet jou. Jou. Hier heb je nieuw glas. Oké, nu gaan we even alles maken. Oh. Hier is hij waarschijnlijk best wel heel erg blij mee. Zo niet. Moet hij echt niet gaan zeuren. Een paar ruitjes. Deze zaten in eerste instantie volgens mij niet eens in. Maar ja, laat ik het dan ook maar niet doen. Nou, in ieder geval, alles is weer gemaakt. Zoals jullie zien. Het ziet er allemaal super mooi uit. Ik bedank iedereen voor het kijken. Laat een like achter. En dan zie ik jullie weer in de volgende episode. Later.